Gaat het Perez lukken om eindelijk in zijn thuisland een overwinning te boeken? Dit is DRS, de race show. Ja, de voorbeschouwing voor de Grand Prix van Mexico. Mexico, gaat weer Mexico worden, Guido? Perezico. Perezico. Ja, ja. Ja, al die Mexicanen, jongen, die staan volledig achter. Iedereen gaat daar met zo'n hoedje. Zo'n Mexicaan. Sombrero. Sombrero, ja, volledig staan. En ja, iedereen, hij krijgt daar zo ongelooflijk goede energie van, dat hij eindelijk weer eens op het podium gaat staan. Is dat vergelijkbaar met Max in op Zandvoort? Ja, alleen ik denk dat Perez wel een beetje iets minder zeker van zijn zaak is na al die afgelopen races dan Perez in Zandvoort. Dan Verstappen in Zandvoort, excuses. Ja. Kijk, voor hem is het natuurlijk wel echt een heel druk weekend. Met natuurlijk al die pers, al die media, al die mensen, al die fans. Al iedereen alleen maar Perez. hij moet er wel een keer gaan staan nu. En het is wel een circuit wat hem ligt. Alleen ik denk dat daar Max onverslaanbaar is. Ik bedoel, afgelopen jaren heb je gewoon gezien dat hij daar ongelooflijk goed is. Mercedes zal goed voor de dag komen. McLaren zal goed voor de dag komen. En Perez, ja, ik hoop dat hij een keer er zal gaan staan. En dat hij zijn thuisfans podium een plek kan geven. We hadden het vorige keer natuurlijk over. Je was hem tegengekomen in Amerika. Daar liep hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm. Zo, zegt dat wel, ja. Maar dat heeft hij al echt een paar races. Iedereen die ook spreekt, iedereen die ook hoort over hem. Ja, het is gewoon een beetje, hij is een beetje de weg kwijt. Hij is gewoon een vertrouwen. Maar dat lijkt me ook kut als iedereen zeg maar, iets over je te zeggen heeft. Ja, nee, eens. Dat is ook gewoon heel moeilijk en lastig. Alleen aan de andere kant, je moet dat voor jezelf oplossen. Je moet zorgen van, in de tijd van Schumacher en zijn teamgenoot Irvine, downplayde Irvine altijd zijn eigen kunnen en zijn eigen prestaties. En daar moet de rest echt naartoe. Nou, Irvine zei altijd in de pers, weet je, ik heb Michael, beste coureur die er ooit is, beste teamgenoot die er ooit is. Als ik tweede word of op het podium sta, doe ik fantastisch. Als ik in pole position pak of een raceoverwinning, dan is dat voor mij geweldig. Alleen ik heb eenmaal te maken met de Michael Schumacher. En dus hij downplayde zijn eigen prestaties altijd tegenover Michael Schumacher. En eigenlijk moet Perez dat ook gaan doen. Maar als hij gewoon zegt van, jongens, als ik tweede word, als ik een race kan winnen, als ik een keer een pole position kan pakken tegenover Max Verstappen, de drie keer voudige wereldkamp, de beste racecoureur op dit moment, jongen, dan ben ik de meest happy man die er is. En ik denk dat dan alle druk van hemzelf weggaat, druk binnen het team van hem weggaat. Dus dan zal hij ook beter gaan presteren. Want nu is het gewoon, hè, heeft hij natuurlijk gezegd, ja, ik ga wereldkampioen worden. Nou ja, zolang je Max Verstappen naast je hebt zitten, zal hij nooit wereldkampioen geworden. Nooit. Ik denk dat hij ook wel spijt heeft van die uitspraak deed natuurlijk aan het begin van het seizoen. Hij moet zichzelf dampelen. Hij moet gewoon zeggen van, luister, ik ben de tweede coureur. Ik kom hier om gewoon het team constructeurskampioens te pakken. Met ze. En vervolgens, als ik een paar races kan winnen, een paar posities kan winnen, pakken, meer dan voldoende. Dan ben ik dan happy man. Ik denk dat maar zei jij niet in het begin van het seizoen ook van, ja, je moet dat tegen jezelf zeggen van, ik ga wereldkampioen worden, anders heb je geen motivatie? Nee, want dan zie je, dan krijg je dit gedonder. Want dan zie je gewoon dat hij gewoon echt helemaal door de mand valt. Dat hij gewoon mentaal helemaal kapot gemaakt is of Verstappen. En dat je gewoon niet meer bovenop komt. En ik denk dat hij echt serieus een mental coach nodig heeft om hier toch alweer bovenop te gaan komen. Heeft niet iedereen tegenwoordig gewoon al mental coach? Veel mensen wel, veel mensen niet. Jawel, sommigen wel, sommigen niet. Sommigen hebben het ook totaal niet nodig. Ik denk dat Max Verstappen, die heeft het helemaal niet nodig. Nou, ik denk dat iedereen, dat is toch altijd, zeg maar, dat is toch een soort van weet ik veel, net zoals een fysiotherapeut of een wat je ook steeds vaker in het voetbal ziet. Ja, niet alleen sommigen staan ervan open, sommigen niet. Sommigen hebben het totaal niet nodig, sommigen hebben het heel veel nodig. Ik denk dat op het moment Perez iemand elke race nodig heeft. Ja, ik vond het wel goed, in het voetbal zie je natuurlijk ook steeds vaker die bij Almere City, die... Die moet Perez wel bellen, ja. Die maakt hem zo kampioen. Ja, die maakt hem zo kampioen. Alleen ik denk dan, weet ik veel, jaar erop, dan,
Dan brandt ze hem helemaal af. Ja. Slecht idee. Ja, ja, het is natuurlijk geen Formule 1 podcast, maar jouw vriend, Edwiers Maduro, daar ben je toch wel oké? Ja. Ja, daar hebben we een interview afgelopen week, hebben we natuurlijk even over gehad, over PSV en Ajax. Ja, Max. Ja, en Max is natuurlijk echt PSV en ik ben natuurlijk Ajax-ziet. Dus hij zei al gelijk, ja, jullie hebben helemaal geen stand voor voetbal. Dus ik werd gelijk even afgezekerd, omdat ik natuurlijk Ajax-ziet ben. Maar ik, ja, Maduro is een bekende van mij. Super aardige kerel. Ik wens hem het allerbeste. Ja, aankomende week eigenlijk al natuurlijk. Hè. Dus ja. het zal niet makkelijk worden. Max had gezegd, ik zou een jaar lang zonder overwinningen rijden, zodat PSV de Champions League kan winnen. Dat vind ik nog wel uitspraak. Nee, wacht. Hij tekent bij voor 2029. Ja. En dan zal hij een jaar geen overwinningen hebben. En dan mag PSV de Champions League winnen. Dat was het. Ja. Nog heel terug naar Checo. Horner had ook gezegd van, ja, weet je, we hebben niet tegen hem gezegd van, je moet als tweede eindigen, anders rij je volgend jaar niet meer. Maar we hebben zeker geen tekort aan opties voor de stoel in 2025. Wat zegt hij daar nou mee? Nou ja, dat er genoeg mensen in de rij staan die die stoel willen hebben. En ik snap dat wel, want het is natuurlijk een van de beste auto's van het veld. Het is een van misschien wel het beste team op dit moment van het veld. Dus wie wil daar nou niet in rijden? En ik snap wel waarom dat hij dat zegt. Om dat toch een beetje de druk op te voeren. Maar goed, aan de andere kant, Hamilton heeft het wel heel makkelijk gemaakt door de disqualificatie dat Perez tweede gaat worden. Hoe bedoel je? In de kampioenschap weer bedoel je? Ja. Ja, ja. Nou ja, zou nog kunnen, maar dan alsnog. Ja, maar Horner zegt ook van, we hebben geen tekort aan opties. Jij hebt in Amerika met Sargent gesproken. En die zei tegen jou, ik ga nog een jaartje langer door bij Williams. Dat wordt in Las Vegas aangekondigd. Of, ja. in de race show eind oktober. Ja. Maar ja, en nu? Lawson? Dat bedoel je. Ja, Lawson. Ja. Die moet lekker op de zijkant wachten tot iets gaat gebeuren. En, dat is toch ook frustrerend, man. Ja, nee, maar heel eerlijk. Als je Ricciardo, die heeft natuurlijk zijn comeback gemaakt afgelopen weekend. Maar als je die race pace zag, ik zat even te kijken. Op een gegeven moment reed hij gewoon 1.45, dat iedereen 1.40 en 1.41 aan het draaien was. Ja, hij was volledig door zijn banden heen. Dus hij moest naar binnen op het einde om een nieuw setje te halen. Hij probeerde een 1 stint. Nou, dat ging natuurlijk voor geen meter. 1 stop. Ja, ik moet zeggen, eerlijk gezegd, de eerste kwalificatie kwam weer tekort tegen Yuki. De tweede kwalificatie was wel echt goed wat hij deed. Die liet gewoon echt goede rondetijden zien. Maar de race pace in de hoofdrace was echt verschrikkelijk. Ja, maar... Ook als je kijkt naar Yuki, die heeft natuurlijk en de snelste race ronde. En is dus P8 gefinished door de disqualificatie. Dus die gozer heeft wel gewoon echt hele goede zaken gedaan. Ja. En Ricciardo, die moet serieus aankomen op een race laten zien wat hij kan. Want Lawson staat natuurlijk te popelen. Ik sprak hem nog wel even kort. En die zegt, ja, het is een moeilijke situatie. Ja, het is natuurlijk lastig dat je nu weer eruit moet stappen. En die kans hebt gekregen. Want als je eenmaal in zo'n ritme zit, dan wil je natuurlijk alleen maar meer. Want je wil laten zien wat je kan. Dan heeft hij ook echt goed gedaan. Ik moet zeggen dat hij echt... Maar waar sprak je hem? In Amerika natuurlijk. Dus, hij was toch in Japan? Nee, hij was in Amerika. Dus hij vloog door naar Japan. Maar ja, eerlijk. Het is natuurlijk wel frustrerend. Als je dan de kans krijgt dat je dan weer eruit gezet wordt. Omdat die andere rijder terugkomt. Maar aan de andere kant, hij moet gewoon rustig blijven. Hij heeft al genoeg laten zien dat hij capaciteit heeft. Dat hij echt een hele goede coureur is. Dus hij gaat zeker naar de kans krijgen. Ja. Hey, de overkant gesproken, Mexico Grand Prix. Jij hebt er nooit gereden. Nee. Je bent er ook nooit geweest, toch? Nee. Nou, door naar het volgende. Nee, wat is het voor circuit? Ja, het is best wel natuurlijk hoog qua meters. Dus, de hoogtemeters? Ja. Ja. Dus dat heeft dus best wel een voordeel voor bepaalde teams. En ik denk dan meer dat je echt moet gaan kijken naar Mercedes. McLaren zal er goed voor de dag komen. Het is een circuit wat eigenlijk relatief veel stop-and-go hebben. Dus veel langzame bochten. Alleen de laatste sector heb je echt wel een bepaalde sectie waar je best wel vloeiend en hard door die sectie heen moet voordat je stadion in rijdt.
Maar de rest is zeg maar echt meer stop en go. Dus goed op de remmen, goede tractie moet je daar hebben, goede medium speed moet je daar kunnen hebben. Ja, en daarentegen denk ik gewoon dat een Mercedes en Ferrari dat wel heeft. McLaren zie je wel dit jaar dat die gewoon heel goed in die snelle bochten zullen zijn. En uiteindelijk denk ik wel dat gewoon Max daar ten eerste heel goed is, omdat hij het circuit echt helemaal onder controle heeft. Er is eigenlijk maar één ideale lijn. Als je daar van de lijn afgaat, is het heel erg glad. Dus ja, ik denk dat we een hele interessante race gaan zien, waarin Mercedes vooral met hun nieuwe update en hun nieuwe vloer het heel goed voor elkaar zal gaan hebben. Ja, we gaan ook een nieuwe rijder, niet op de grid zien, maar bij vrije training. Tsunoda die zegt af voor Hadjar, die komt vanaf de 14e plek in Formule 2. Ken jij hem? Dat is toch gewoon een... Nou ja, kijk, die teams zijn natuurlijk verplicht, hè, om rookie erin te zetten. Een rookie erin te zetten. Ja. Maar nou, ja, Hadjar, wel eerlijk, ik heb hem gezien in de Formule Renault. Toen werkte ik eigenlijk, tenminste deed ik een beetje voor Thomas en Brinker wat dingetjes. Zat hij toen echt achterin, ja? Ja, echt een talentje. Schoos kon wel echt serieus gas geven. Een Red Bull coureur. Hij heeft niet voor niks opgenomen in het programma. Ja. Dus ik denk wel dat hij wat kan. Alleen ik denk nu dat voor de Formule 1, om nu in te stappen, dat dat iets te vroeg is. Afgelopen jaar zag je natuurlijk wel wat mooie dingen hebben gedaan in de Formule 2. Alleen sommige dingen waren ook gewoon niet heel erg top. Maar ik denk dat dit wel iets te vroeg is voor nu. Hoe oud was jij toen je eerst Formule 1 auto testte? Boah, geen idee, man. Ik denk dat die speaker, toch? 2006. Oh nee, Super Aguri, toch? Ja, 2006 was dat. Toen was ik 21. Huh. 21. Is dat zo'n ziek verschil? Gaat die Hadjar niet denken van... Ja, tuurlijk. En als jij vervolgens van de Formule 2... Ja, die auto gaat best wel hard. Maar het grootste verschil is dat je op pits gaat uitrijden. Je weet niet wat je meemaakt. En vooral daar in Mexico... Je hebt natuurlijk al best wel een lang recht stuk. Dus dan ga je al vanuit de pitlimit zie je op 60. En dan vervolgens mag jij... Oh ja, ik heb geen idee wat dit is. Voor de luisteraars. Ik doe niks, maar als jij dus zo gaat staan, dan krijg je dus de filters hier. Dan kijk hier. Dit is wel mooi, ja. Je wist dat helemaal niet dat ik kon, ja. Ik heb dat niet. Nee. Maar in ieder geval, over terug, als de pit gaat uit te rijden. Dus dan heb je een knopje en dan druk je erop. En dan voel je in één keer dus een acceleratie. Dat heb je nog nooit van je leven gevoeld. Je kan achtbanen in, supercars rijden, weet ik veel wat. Maar dan word je tegen die achterkant van de stoel aangedrukt. Je hoofd gaat naar achter. En je weet niet wat je meemaakt, joh. Dan ben je bij bocht 1 en dan denk je van, ik ga maar eens remmen. En voor bocht 1 sta je al stil, want natuurlijk die rempower is al enorm. Die gozer die wordt helemaal gek. Die stapt uit met zulke pupillen. En die weet niet waar die terecht gekomen is, joh. Maar is het verschil tussen Formule 2 en Formule 1 nu niet wat kleiner geworden dan in jouw tijd? Nee, want de Formule 2 auto's die zijn niet zo veel sneller geworden. Eigenlijk eerder langzamer dan in mijn tijd. En die Formule 1 auto's zijn echt wel een stuk sneller geworden. Dus het gat is alleen maar groter geworden. Dus ja, er zit best wel wat verschil in. Dus ik denk dat die gozer wel, als hij uitzat, dus dan weet hij niet wat hij mee heeft gemaakt, man. Hadjar, nou, we gaan het zien tijdens de vrije training. Sowieso, we hadden het net al over het circuit zelf. Maar er wordt wel gezegd van de combinatie is een beetje Monaco level downforce en Monza level snelheid. Ja, lang rechtstuk. Mega lang rechtstuk. Alleen je wil natuurlijk best wel veel downforce hebben. Want in die middengedeelte heb je gewoon echt wel goede tractie nodig. Goede corner speed nodig. Je moet laat kunnen remmen. Dus dat is wel echt heel erg belangrijk. Maar er is veel dunne lucht, wat zorgt voor minder downforce. Ja, dus daar bereiden teams automatisch meer downforce. Door die dunne lucht, dan krijg je automatisch minder downforce op de auto. Dus daarom kiezen ze zeg maar, om vol downforce te rijden. Om dat eigenlijk weer hetzelfde gevoel te krijgen dan op een normaal circuit. En door die lucht zijn die motoren power en vooral de turbo werkt niet zo heel erg goed. Want? Dat je minder power hebt, minder snelheid op rechtstuk. Oké, en het is nogal een lang rechtstuk. Ja,
Dus wie gaan we een beetje... Nou, kijk uit naar... Ik verwacht heel veel van Mercedes. En vooral denk ik Lewis Hamilton. Dat hij toch wel zoiets heeft van... Shit, Amerika, mijn thuisland, gespierd wat me goed ligt. Wordt daar tweede en wordt vervolgens gedisqualificeerd. Ik denk dat hij heel erg eager is om weer te laten zien van wat hij in zijn macht heeft. Dus ik zal heel erg letten op hem. Norris zit natuurlijk in een mega flow. Weer een podium, weer plek 2. Super veel vertrouwen. Heeft toch wel echt als teamgenoot verslagen in de afgelopen race. Dus die zal het daar goed doen. Max, die gaat hem gewoon winnen. En ik hoop dat Perez er een beetje gewoon een keer goed voor staat. Want dat zal wel leuk zijn voor zijn thuisland. Ja. Ik vond hem ook trouwens, jij zei net, hij loopt een beetje met zijn ziel onder zijn arm. Ik vond hem, hij leek ook wel echt flink aangekomen. Ja? Vond ik. Ja. Ik zag een foto voorbij komen dat ik dacht, poeh, die ziet er gewoon echt niet meer fit uit. Hij is nooit echt een enorm strakke coureur geweest wat dat betreft. Maar ik dacht nu wel van, oh jezus man, die... volgens mij zit je niet lekker in je vel, zeg maar. Nee, dat kan je ook wel zien. Iets te veel vel dus. Hij is niet lekker als iets te veel vel. Ja, het viel wel mee. Hij had altijd wel een beetje zo'n dikke kop. Het ligt natuurlijk net aan wat petje die op heeft. Als ze natuurlijk zo'n rood petje op hebt, lijkt het misschien dat hij wat dikkere kop heeft. Ja, dat zal meevallen. Ja. We gaan door naar het Ghassan Diamantje van de Week. We hebben weer een hele leuke challenge voor het Ghassan Diamantje van de Week. Vorige was gewonnen door mij. Hij had verloren. Daardoor moet jij een maand lang met een Bottas-snor lopen. Ook bij de Viaplay-uitzendingen en ook bij alle privé-uitjes met Denise. Ook ja. Leuk, als jullie uit eten gaan, ga ik hier langs. Ook leuk. We gaan zo veel mogelijk uit eten. Ja. Als we naar Londen gaan, dan is hij hier af, toch? Ja. Ja, ben je gek of zo? Gaat hij met zo'n snor open? Nee, dat gaan we niet doen. Maar in ieder geval, wat voor opdracht hebben? Wat voor keuzes hebben we? Ja, we hebben weer de volgers gevraagd om met opdracht te komen. Er stonden wel op zich weer leuke dingen. Maar er was één leuke ding en dat hebben we gekozen. De challenge is een schilderij van Verstappen maken. En dan veilen voor het goede doel. Oh, dat vind ik wel een leuke, ja. Ja. Kan je goed schilderen? Ik denk dat ik beter kan schilderen dan jij, ja. Maar ik denk dat als hij van jouw hand komt, dat hij meer waard is. Want wie de fuck wil schilderij van Max Verstappen geschilderd door Joost Hofman? Ja, dat weet ik niet. Dus eigenlijk wil je dat je gaat verliezen. Nou, voor het goede doel... Nee, voor het goede doel moet jij verliezen, ja. Ja, maar we moeten... Kijk, ook, er is nog een andere opdracht. Die hebben we natuurlijk de vorige podcast besproken. Is dat we iemand moeten kiezen buiten de top 10. Ja. Maar dat is tricky, hè? Want als jij, zeg maar, afgelopen race Albon had gekozen... Ja. Dan had jij Diamantje van de Week gehad. En toen was er een keer disqualificatie dat hij 9 is geworden. Dan ben je kansloos, dan heb je verloren. Ja, Sergeant, nou, Albon was... Dat was natuurlijk ook... was 11e. Ja. 11e en 12e. Dus die zijn nu 9 en 10e. Dus ja, dus kijk uit, hè? Dus je moet wel eentje kiezen die... Ja, maar kijk, we kunnen het ook gewoon, we kunnen ook gewoon zeggen, ik Hamilton en jij Norris, hè? Nee, want we hebben gezegd buiten de top 10, dus... ja, maar wat is daar, hoe kun je naar iemand buiten de top 10, en als hij dan 9e wordt, dus als Sergeant straks 6e wordt, is hij niet Diamantje van de Week? Ja, nee, klaar, dan ben je verloren. Laten we een top 10 uit het kampioenschap. Snap je? Nee. Dus iemand die nu buiten de top 10 van het kampioenschap staat. Oké, die Diamantje van de Week kiezen. Ja, oké, maar dan moet ik even kijken hoe het kampioenschap eruit ziet. Dat weet ik niet in mijn hoofd. Oh, nee, ja, weet ik veel. Ik dacht, jij bent analist voor Viaplay. Ja, dat ben ik ook. Maar ik weet wel dat Norris nu voorbij Leclerc is gegaan. Sainz staat daarboven. Ja. Wacht even, kijk, let op. Gasly staat 10e, dus... Lance Stroll staat 11e, Ocon 12e, Albon, Bottas, Hülkenberg, Tsunoda, Cho, Magnussen, Lawson, Sargent, nou ja, en dan Ricciardo. De Vries staat er tussen. Die gaat niet mee. Dus eigenlijk mag je dus kiezen. Stroll, Ocon, Albon, Bottas, Hülkenberg. Tsunoda.
Ik doe Ocon. Ocon toch wel. Ga ik voor Lance Stroll. Geen hard man in de race. Ja, maar je lacht hè. Je lacht nu, maar die ging hard jongen in die race. Die hebben dus die hele setup veranderd voor die race. En die kreeg op een gegeven moment tijden zoals Hamilton vooraan reed. Die ging echt serieus hard. Jij lacht nu. Maar ja, ik denk echt, als wij nu hebben 3 vrije trainingen, geen sprint race. Dus geloof mij maar, Stroll, die gaat diamantje van de week worden. Ja, maar denk je dat die op zijn flikker heeft gekregen van zijn vader? Ja, maar hij ging wel hard. Moet hij nog een keer op zijn flikker krijgen dit weekend, dan ga ik een keer winnen. Oké, dus we hebben voor jou Hassan diamantje van de week. Kies jij Lance Stroll? Ja. Nooit mag deze woorden ooit te horen. En Hassan diamantje van de week kies ik voor Esteban Ocon. Oké. Ja. Dus en dan de top 3? Top 3 is Verstappen, Perez, Hamilton. Of Verstappen, Hamilton, Perez, sorry. Jij? Verstappen, Perez, Hamilton. Oké, dan denken we hetzelfde over. Alright, we gaan... Je zit niet in de studio natuurlijk, want jij zit weer in Spanje. Volgende week zitten we weer vol in de studio. Dus dan zijn we weer. En dan de aankomende weken ben ik in principe gewoon lekker thuis. Dus, maar je zit wel dinsdag in de podcaststudio, toch? Absoluut, ben ik er gewoon. Ja. Dus ik ben dat is altijd net even wat leuker. Net even wat gezelliger, familie. Niet die krakerige telefoonstem. Geen huilende kinderen op de achtergrond. Geen gitaar op de achtergrond. Ja, nou ja, ga lekker vertellen, joh. Alright, dit was de voorbeschouwing voor de Grand Prix van Mexico. Heel veel plezier. Ik kan het niet meer. Met de race. En wij zijn er dinsdag weer. Yo. Ciao, guys. Ciao, adios. Volg ons, hè. TikTok, Instagram. En YouTube. En YouTube. Ik vind het jammer dat ik dat niet heb. Dat is toch mooi, man.